Ik ben Sandra Zijlstra en mijn bedrijfsnaam is Sandra Zijlstra Fotografie. Ik ben nu 49 jaar en op mijn 30ste ben ik alsnog naar de fotovakschool gegaan in Apeldoorn om daar de opleiding tot vakfotograaf te gaan volgen. Fotografie was altijd mijn hobby, maar hiervoor was ik directiesecretaresse. Ik werkte wel altijd voor bazen, zoals ze dat zeggen. En ik moest weer een nieuwe werkgever vinden. En toen dacht ik, als ik het nu niet doe, dan doe ik het nooit meer. En ben ik me gaan omscholen. Toen ik een huis kocht, was ik in vaste loondienst. En daarom kon ik toen makkelijk een hypotheek krijgen. Die heb ik door kunnen laten lopen toen ik zelfstandig werd. Als ik het alleen over de krant bekijk, heb ik gemiddeld 2 opdrachten per dag. En dat is dan van maandag tot en met zaterdag en soms op zondag. Mijn beeldredacteur die belt mij om te vragen of ik tijd heb op een bepaald tijdstip die dag of een dag daarna. Daar zit meestal een half uur tot 2 uur tussen. En dan kan ik ja of nee zeggen. En als ik ja zeg, krijg ik de opdracht en kan ik er naartoe. Bij de krant krijg ik aan het eind van de maand een overzicht met de gewerkte klussen. Daarvan krijg ik een voorstelfactuur, die corrigeer ik en dan stuur ik zelf mijn eigen factuur na. Voor bedrijven maak ik een factuur meteen na de opdracht en particulieren na het opleveren van de foto's. Ik zie mezelf als allround fotograaf, omdat ik naast mensen ook producten kan fotograferen of sfeerimpressies. Dus ik ben gewoon allround fotograaf. De leukste, maar misschien ook de spannendste opdracht was kaarsjesavond in Gouden met het bezoek van toen koningin Beatrix. Ik was toen de enige fotograaf binnen het stadhuis. En dat vond ik reuze spannend met de RVD die achter me stond en op een gegeven moment zei, mevrouw, zo is het wel genoeg. De favoriete foto is de foto van mijn dochter toen ze net geboren was. Ik zie de toekomst rooskleurig in. Ik vind het leukste vak. Ik blijf het voorlopig nog heel lang doen. En wat komt, dat komt.